Mijn naam is Kees Eberwijn, ik ben directeur bij TNO en ook lid van de ledenraad van SURF. In de afgelopen periode hebben wij vanuit de sectoren overig en research gewerkt aan het stellen van prioriteiten voor het SURF tweejarenplan. Het bijzondere van de sectoren is dat die normalitair niet georganiseerd zijn in een gestructureerd overleg, en dat hebben we nu dus wel gedaan. En het tweede is dat die organisaties die participeren in deze sectoren nogal verschillend van aard zijn. Die variëren van activiteiten van research naar verschillende dienstverleningen. Wij hebben de prioriteiten gesteld vanuit een aanpak gebaseerd op twee brown paper sessies. Sessies waarin we ideeën naar elkaar konden genereren en ideeën uitwisselen. Die zijn ook verdiept en tot een verdere clustering gebracht. Uiteraard, in deze coronaperiode is het allemaal op afstand gebeurd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot prioriteiten die wij ook als input richting SURF hebben gegeven. Tot slot hebben we vastgesteld met elkaar dat het heel nuttig was om die ideeën uit te wisselen, dat het ook leerzaam was en ook de verdieping die daarbij kwam, en dat het heel nuttig kan zijn om deze samenwerking in deze vorm ook in de toekomst voort te zetten. En zo zie je dat SURF in die zin ook een stimulerende activiteit heeft op het gebied van samenwerking.